Welkom bij Wereldblik. En ook deze keer zal Axel Buissen, oud-diplomaat, oud-journalist en nog steeds historicus. daar steeds. Axel, ja. <laughs> dag. zijn blik laten scheiden op de internationale politiek. En ik ben uw gast hier, Harry de Papen. Axel, zoals steeds, heb je een hele Hoop artikels doorgestuurd over allerlei zaken die aan de gang zijn in de wereld. Um, het ene artikel al boeiender dan het andere. Met andere woorden, het is allemaal even boeiend, voor, laat me niet, niet misbegrepen zijn. Um, ik heb er enkel moeten uitkiezen. En het eerste dat ik hier heb uitgehaald is eentje van Foreign Affairs. Dat stelt dat sinds 9-11. Uh, door het toedoen van de Verenigde Staten als reactie op 9-11. Uh, en dan in het kielzog het Westen. eigenlijk het internationale recht voor burgers enorm is opengerokken. Ja. Uh, ligt dat eens toe? Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk. Hè. Het gaat over de bescherming van burgers in gewapende conflicten. En dat is iets wat, uh, wat ook wij natuurlijk gekend hebben als problematiek. Hè. Denk maar aan. Uh, ja, om te beginnen, bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog, zowel van Duitsers als van geallieerden, mm -hmm. maar zeker ook tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hè, toen met name in jouw stad, denk mm -hmm. ik, in Dendermonde, ja. en in mijn uh, thuisstad Leuven, uh, er gruwelijke dingen zijn ja. aangericht door de, de Duitse soldaten De martelaarsteden. De martelaarsteden van ja. de Eerste Wereldoorlog, inderdaad. Uh, nu. Um, na de Tweede Wereldoorlog heeft men geprobeerd de, de regels die in de loop der eeuwen geleidelijk gegroeid waren... Men verwijst vaak naar de Nederlandse uh, rechtskundige uh, Grotius... Uh, die al in de, uh, laten we zeggen, de vroege moderne tijd een aantal regels vooropstelde. Die moesten gerespecteerd worden volgens hem tijdens oorlog. Uh, met name ja, verkracht geen vrouwen... Uh, Vergiftig je vijand niet hè? en uh, speel het spel eerlijk. Dat betekent, uh, doe niet alsof je gaat overgeven uh, om daarna terug uh, te beginnen vechten. Hè? Dat soort zaken. Voor de rest was alles toegestaan, volgens Grotius. Alhoewel hij ook al formuleerde dat uh, ja, burgers indien mogelijk moeten, moeten gespaard worden, buiten conflicten moeten gehouden worden. Na de Tweede Wereldoorlog heeft men dat proberen uh, vast te klitten. In de Geneefse Conventies, die precies over dat belangrijk onderdeel van het internationaal recht, namelijk het oorlogsrecht, gaan. De algemene regel was inderdaad dat je burgers uh, niet mag betrekken bij militaire conflicten. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Um, zeker als het gaat over wat men in het jargon non-state uh, strijders noemt, hè? dus uh, uh, guerilla-strijders of uh, 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 vrijschutters, zoals men tijdens de Eerste Wereldoorlog zei. Hè? Mensen die niet vechten binnen een geregeld leger, dat de emanatie is dan van een, van een land, van een staat. Hè? Ja, voor, da voor dat soort toestanden uh, wordt het natuurlijk moeilijk. Uh, we zien die situatie nu ook uh, in, in Gaza en we hebben ze ook in Oekraïne al meermaals meegemaakt dat men dat onderscheid niet makkelijk meer kan maken. Mm -hmm. En dat heeft onder andere ook, uh, is onder andere ook verbonden met die, die oprekking van uh, de proportionaliteit-gedachte uh, in dit verband. Wat betekent dat? Ja, wanneer mag uh, een soldaat uh, of een eenheid, militaire eenheid van een geregeld reger, uh, laten we zeggen, proberen guerilla-strijders uit te schakelen, wetend dat er ook collateral damage, zijdelingse schade zal zijn. Dat is een, uh, laten we zeggen, een eufemisme voor burgerslachtoffers. Hè. Ja. En men, heeft, men is die proportionaliteit gaan oprekken mm. uh, als gevolg van, uh, inderdaad, uh, de situatie die we gekend hebben in 2001 hè, met de aanval op, uh, op New York. En dan Daarop volgend de interventie van het Westen in, in Afghanistan. Ja. Nu In Gaza is dat werkelijk tot in het uiterste gegaan. Vandaar de strekking van het artikel uh, zeggende van ja, Verenigde Staten uh, schroef uw opvattingen ter zake toch een klein beetje terug, want we zitten te ver. Ja, en daarbij gaat het nog meer over die ziekenhuizen bijvoorbeeld. Ja. In hoeverre ja. is het een, een, een militaire basis, is het ja. een ziekenhuis, daarover gaat het dan. Heeft weer met die proportionaliteit te maken, hè? en met de voorzorg die er geacht wordt te nemen ten behoeve van burgers. Ja. Als die allemaal door elkaar zitten, wordt dat zeker moeilijk, maar als je bovendien de doctrine aanneemt, van de double use, het dubbel gebruik van infrastructuur. Wat betekent, men, wat, wat betekent dat dan? Dat betekent, ja, daar zitten burgers in een ziekenhuis, vanzelfsprekend. Maar dat wordt ook door Hamas gebruikt, volgens de inlichtingen die de Israëli's hebben. Ja, dan wordt dat een legitiem doelwit. Ja, dat gaat natuurlijk heel ver. En dat leidt tot die waarschijnlijk toch zeer grote aantallen burgerslachtoffers die in, uh, in Gaza gevallen zijn uh, in die oorlog, die, laat ons toch nooit vergeten, een reactie was op een uh, slachtpartij onder 1200 Israëli's hmm. en het gevangen nemen van een, ja, meer dan 200 uh, gijzelaars door Hamas. Ja. Is dat dan ook de reden waarom Israël zich nu lijkt in te houden om Rafah binnen te vallen? Dat een rol? Ja, met name de Verenigde Staten. Hè? Uh, er wordt in dat artikel ook uh, melding gemaakt van het feit dat de, de regering Biden die doctrine over het oorlogsrecht toch weer wat aan het terugdraaien is. Hm? Ten behoeve van het idee van ja, we moeten toch meer doen om burgers te beschermen, want dit gaat te ver. Hm? Wat Israël doet, ja, gaat toch te ver. Hm? Dat een genocide noemen, goed, dat is een bepaalde positie die men inneemt, maar in elk geval. Denk ik dat de meeste uh, Europese landen en de Verenigde Staten op dit ogenblik vinden dat Israël dat oorlogsrecht toch veel te rekkelijk interpreteert? Ja? De Verenigde Staten oefenen dus heel zwaar druk uit op Israël om daarop terug te komen. Het is een beetje een, een, een angstaanjagend uh, iets dat blijkbaar zelfs de Verenigde Staten niet in staat zijn om. De regering Netanyahu op dit ogenblik helemaal ja, te beïnvloeden. Ja. Alhoewel zij de levenslijn vormen voor Israël. Wat zegt dat over de macht van de VS? Ja, dat zegt, dat zegt iets over de relativiteit van die machten. Je mag nog, laten we zeggen, het sterkste land ter wereld zijn. En dat zijn de, de steeds nog altijd op dit ogenblik. Uh, je kunt niet altijd garanderen dat, dat landen. Uh, die bondgenoten zijn van jouw kleinere landen, hè, die in be belangrijke mate afhangen van uh, de militaire middelen die je ze geeft, dat die zomaar uh, aan je hand lopen. Hetzelfde is overigens waar voor Oekraïne. Ook, uh, uh, laten we zeggen, Amerikaanse raadgevers, militaire raadgevers, zijn niet altijd te spreken over de wijze waarop waar Oekraïne zijn oorlog voert. Denk bijvoorbeeld aan de Amerikaanse kritiek op het, uh, het uh, bombarderen, het in brand steken van brandstofdepots tientallen, honderden kilometers uh, op Russisch grondgebied. Ja, dat brengt me bij een ander artikel uh, over de wapenlevering aan Oekraïne. Uh, de Verenigde Staten zijn tot voor kort heel terughoudend geweest. Ja. Omwille van allerlei redenen interne politieke redenen. Wellicht ook de reden die je net aanhaalt, omdat Oekraïne zich te veel als een soms gedraagt. Soms wel, ja. 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 Um, maar nu komen er blijkbaar nieuwe afweerraketten ja. van de Verenigde Staten ja. naar Oekraïne. Ja, daar zijn verschillende redenen voor. Ja, dat zijn die... Uh, uh, ik moet even naar mijn blaadje kijken wat die afkorting precies betekent. <laughs> maar het zijn Army Tactical Missile Systems. Ja, ATAC-MS ja. Ja. of ja. Ja. Uh, zoiets. Ja. 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 ja, dat zijn... Ja. Uh, Tactische raketten voor de langere afstand. Die kunnen tot een 300, 350 kilometer ver vliegen en zijn bijzonder accuraat. Want die worden dus geleid met uh, GPS-systemen. Ja. Um, dat is een heel belangrijke ontwikkeling uh, voor Oekraïne. Nu, waarom hebben ze die wapens niet eerder gekregen? Dat had te maken met het feit dat de Verenigde Staten zelf. Op een nieuwe generatie van dit soort wapens wachten. die moesten aangeleverd worden. om hun eigen arsenalen te kunnen bevoorraden. Hm. Uh, had ook te maken met het feit dat ze gemerkt hebben. dat Noord-Korea. soortgelijke, maar iets minder precieze. Uh, lange afstandswapens geleverd hebben aan Rusland. Hm? Uh, heeft ook te maken met het feit dat de Russen de laatste tijd. toch wel weer heel erg bezig zijn. Uh, burgerdoelwitten te raken in Oekraïne. En dat heeft, laten we zeggen, de beslissing, uh, de beslissing doen schragen om die wapens aan Oekraïne te leveren, en ze worden meteen al ingezet. Hè? Ja. ja. En uh, is er nu voor Oekraïne een vooruitzicht van veel meer levering opnieuw? Want het heeft ja. toch niet zo lang geleden eruit gezien dat er wat gedaan was, hè? Dat, 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 dat het Ja, het, op zag er, was. het zag er heel slecht uit. Ja. Het ziet er nog altijd uh, mm -hmm. behoorlijk slecht uit, maar. Met die beslissing van, van de Verenigde Staten, van het congres, hè, dankzij allerlei geschoemel uh, achter, achter de gordijnen, uh, uh, waarbij vooral de republikeinen zich hebben laten opmerken, hè, uh, krijgt Oekraïne nu eerlang toch voor 61 miljard uh, dollar wapens. Hè, dat is heel wat. Mm -hmm. <laughs> um, en die zullen heel snel geleverd worden, omdat een deel van die wapens. Eigenlijk al gestokkeerd stonden op Amerikaanse basis in Europa. En die moeten het tijd doen keren. Die moeten, die moeten vooral zorgen dat het uh, grote zomeroffensief, dat de Russen aan het voorbereiden zijn, kan tegengehouden worden. Hè. Waarbij we toch nooit mogen vergeten dat Oekraïne, Oekraïne niet alleen veel minder uh, artillerie heeft dan de Russen, hè. maar dat de verhouding. Uh, soldaten uh, aan het front. op dit ogenblik één Oekraïner is. ten aanzien van een tiental Russen. Ja. Ja, dus die verhoudingen zitten behoorlijk scheef. Uh, Rusland heeft natuurlijk nog grote reserves. aan mensen die ze onder de wapens kunnen roepen. Hm? Ja. Uh, Oekraïne heeft dat veel minder. Ja. Ja. Uh, ja, dat alles brengt met zich mee dat. Uh, de machtsverhoudingen in dit conflict. toch wel zeer onevenredig liggen onevenwichtig op dit ogenblik. En dat ja, willen wij dat Oekraïne stand houdt. Ja. Ja, en dat de Russische agressie uh, ingetoond wordt in de hoop dat er vroeg of laat toch op een serieuze manier kan onderhandeld worden. Ja, dan moet uh, dat Oekraïns leger verder versterkt worden. Speelt de komst van een mogelijk presidentschap van Trump daar een rol in? Dat de Verenigde Staten nu... Uh... Ja... Kijk, er is te uh, allen kanten al gewaarschuwd voor een tweede amsterrein van Trump. We moeten nog zien of dat gebeurt. De kans hmm. is reëel, denk ik. Uh, um, maar ja, vaak zegt men, ja, dat is zowat het einde van de NAVO en het einde van de hulp aan Oekraïne. Um, ik, heb, ik heb in het mapje dat je ter hand hebt ja. ook een stuk uit Politico um, meegegeven. Daar wil ik heen, ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. En daar, uh, daarin wordt... Uh, de Poolse minister van Buitenlandse Zaken, Radoslav Sikorski, ja. bekende naam, uh, geïnterviewd, die eigenlijk een beetje tegenwind laat waaien. En die zegt van ja, kijk, Trump, oké, okay, Trump hier en Trump daar. Maar er zijn toch tekenen aan de wand dat uh, zijn opstelling ten aanzien van de NAVO, en dus automatisch ook ten aanzien van het uh, conflict in Oekraïne, dat dat niet zo zwart-wit ligt. Hè? Uh, wat speelt daarin, uh, of wat speelt daarachter? Wel, daar zit uh, het, het gegeven achter dat Trump nu ook moet merken dat nogal wat NAVO-lidstaten uh, zich serieus aan het herbewapenen zijn. Ja. En dat dus zijn grote kritiek ten aanzien van de NAVO. Namelijk, ja, jongens, uh, de Amerikanen moeten alles doen, huh? uh, moeten zich zwaar in de schulden steken om die NAVO-militair. Overeind te houden. En jullie, Europeanen, hebt gewoon 30, 40 jaar geprofiteerd van de, de, de Amerikaanse paraplu, militaire paraplu, hè, om lekker veel te weinig aan jullie militaire weerbaarheid te doen. Ja, dat verhaal begint toch wel uh, serieuze gaten te tonen. Hè. De vorige keer toen we uh -huh. praten, hadden we het al over die herbewapening uh, die Duitsland heeft opgezet en die toch ook zeer indrukwekkend is. Hè. We weten dat ook de Fransen zich aan het herbewapenen zijn. Uh, we hebben natuurlijk de Finnen en de Zweden die uh, zeer goed voor de dag komen hmm. op het vlak van, van weer militaire weerbaarheid. De en, hebben en we hebben ook de Britten ja. aangekondigd dat ze tegen uh, 2030 geloof ik huh, uh, over de 3% BNP uh, zullen gaan. Ja, men spreekt daar echt van een oorlogseconomie. Men spreekt van een hmm. oorlogseconomie, ja. Kijk, het is niet leuk om het te verkondigen, maar eigenlijk zitten we natuurlijk al vo volledig in die oorlog uh, van Rusland tegen Oekraïne geïmpliqueerd. Ja. En, uh, je moet daar niet flauw over doen. Uh, dat is ook niet bedoeld om angst uh, te, te zaaien. Hè? Maar we zijn daarbij, we zitten daarin. Ik uh, bedoel uh, Polen, hè? niet voor niets, is het de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Polen zit nu al ongeveer aan 4% van zijn BNP op het vlak van bewapening. En dat is niet omdat die Polen zo militaristisch zijn van nature, denk ik. Het heeft te maken met de ervaringen die Polen gehad heeft hè? Met, met, met invasies en bezettingen uh, vanuit het oosten. Ze hebben er ook vanuit het westen gehad, meer dan... Ja, en, verdelingen, hè, en verdelingen. En verdelingen en ja, ja, zo. Dus ja, ja. ja kijk. Uh, wij zitten natuurlijk comfortabel. Wij, wij kunnen ons lekker vermijden in, in typisch Vlaams of Belgisch pacifisme. Ja. Dat heeft natuurlijk zijn grenzen, hè, vroeg of laat. Uh, als het werkelijk tot een conflict komt, dan delen we natuurlijk ook volop in de brokken. Hoe lang kan België eigenlijk nog het hoofdkwartier blijven van de NAVO? Als je kijkt in vergelijking met alle inspanningen van andere lidstaten ja. en onze inspanning die beperkt is en misschien ook niet meer kan zijn dan wat het is, financieel gezien. Ja, kijk, we ja. hebben historisch ja. gezien dat uh, het feit dat de NAVO zo sterk vertegenwoordigd is, militair in uh, immense shape, hmm. en, laat ons zeggen, politiek organisatorisch in Everen uh, in Brussel, ja, hebben we te danken aan uh, generaal de Gaulle, uh, die uh, ja, uit een soort van anti-Amerikanisme op een bepaald ogenblik Ervoor gezorgd heeft dat het NAVO-hoofdkwartier uit Frankrijk is moeten vertrekken. Mm. Ja? Daaraan hebben wij die aanwezigheid te danken. Mm. Maar het heeft zeker niks te maken met, uh, laten we zeggen, de weerbaarheid van, uh, van dit land uh, en uh, het vermogen om, uh, laten we zeggen, defensief met defensie goed uit, uh, uit de kleren te komen. Hè? Ik ja. moest even lachen toen blijkbaar de. De hoofdverantwoordelijke van het Belgisch leger zich plots bekeerde tot een, duurzaamheids, uh, tot ja. een duurzaamheidsritus. Kom, laat ons lachen, zeg. Zorg dat uw leger uh, in staat is om een leger genoemd te worden hè, en al die flauwekul laat dat in godsnaam achterwege. Het is het moment niet, hè? Het is echt het moment niet, nee, het is juist. Niet, ja. niet, nee. Trouwens, aanvullend, het staat niet in de artikels, maar ik denk er nu aan. Uh, Mark Rutte van Nederland loopt zich helemaal warm, om, die droomt echt om nieuwe secretaris-generaal te worden van de NAVO. Hè. Ja, op is Nederland dat is die zeker uitgekeken. Nee, ja, dat is duidelijk, maar is dat is realistisch, ja, denk je. Ja. ja, dat kan wel. Als ik niet vergis, zijn er toch een paar landen die aanvankelijk tegen leken te zijn, die zich intussen bij de toestand hebben neergelegd. Uiteindelijk is het altijd al zo geweest dat de secretaris-generaal van de NAVO in feite benoemd wordt door de Amerikanen met een beperkt inspraakrecht, laten we zeggen, van Britten. Fransen en misschien ook stilaan wat Duitsers. En de rest die loopt dan het handje mee. Hè? Ja, dus, dus als de Amerikanen echt voluit gaan voor, uh, voor Rutte, dan wordt het Rutte, denk ik. Ja, Dus hij zal toch een beetje de Amerikanen moeten masseren. Ja, maar ja. dat doet hij wel. Dat, dat doet, doet hij, hij wel op, dat op, is, ja. Uh, ja. <laughs> Nu, over de Britten gesproken daarnet. Uh, een ander onderwerp, maar wel uh, interessant, is uh, de Rwanda-wetgeving, die door het Brits parlement. Uh, geraakt is ja. na, na twee jaar, want het was twee jaar geleden aangekondigd door Boris Johnson. En nu pas uh, uh, ja, ziet het eruit dat het Rwanda-plan Rwanda wordt uitgevoerd, omdat het Britse parlement gezegd heeft bij wet dat Rwanda een veilig land is. Hè? Ja. En dan ja. kan er geen rechtszaak meer uit voortkomen. Ja. Nu, op zich al de, de gedachte dat, een, dat het Verenigd Koninkrijk officieel bij wet verklaart dat Rwanda een veilige staat is. Ja. Wat denk je daarvan? Wel, daar denk ik het mijne over, moet ik zeggen. <laughs> het is hier al een paar keer in de marge ter sprake gekomen. Hè? Maar mijn, uh, mijn vertrouwen in Rwanda als veilig land is uh, hmm, heel laag. Ja. <laughs> en dat heeft te maken met. Uh, ja, ik heb vroeger als journalist Rwanda uh, vaak bezocht. Hè? In een periode dat nauwelijks iemand buiten België, denk ik, uh, Rwanda en Burundi wisten liggen laat staan dat ze zich daarmee bemoeiden. We hebben natuurlijk die vreselijke genocide gekend. Dertig jaar geleden. Dertig jaar geleden. Dat is oorzaak geweest voor wat herdenkingen en heroverwegingen met betrekking tot dat land. Op het eerste gezicht is dat een soort van modelland. En dat wordt ook als dusdanig, soms tot mijn ontzetting zo gezien door de Europese Commissie bijvoorbeeld. Het is een modelland omdat het een, een bijzonder snelle, spectaculaire uh, economische ontwikkeling heeft doorgemaakt. En omdat het officieel een ideologie van broederlijkheid en verzoening en, uh, uh, laten we zeggen, overstijgen van etnische tegenstelling tot tussen Toetsis en Hutus uh, predikt. Maar wat wij. Vaak vergeten, en zeker onze instanties blijken te vergeten, dat is dat die razendsnelle ontwikkeling voor een belangrijk deel is opgebouwd op basis van pure roofbouw. Roofbouw namelijk van uh, grondstoffen uh, die Rwanda uit het buurland Congo haalt. Ja. En dat vind ik dan toch wel merkwaardig hè? Als, je dat, als je die vraag stelt. Ik heb het gedaan uh, recentelijk nog eens aan een. Een hoge pief van de Europese Commissie, voormalige Belgische diplomaten overigens, die de loftrompet zat af te steken over Rwanda. En als je dan vraagt, ja maar wat doe je dan met het gegeven dat dat land zijn rijkdom voornamelijk opbouwt op basis van het roven van mineralen grondstoffen uit het buitenland? Huh? Rwanda is een van de wereldexportateurs van koltan, maar ook van goud bijvoorbeeld. Terwijl elke uh, geoloog weet dat die grondstoffen helemaal niet voorkomen in, in Rwanda. Waar komen ze dan vandaan? Ja, dat is nogal wiedes. Hmm. Die worden gewoon op grote schaal geroofd hm, onder bescherming van milities die rechtstreeks onder het bevel blijken te staan van de Rwandese overheid. Ja, ja, ja dat stelt toch vragen ook bij dit soort van schema's? Ja. Die grote, grote meneer, de president van, uh, voor het leven zowat, van Rwanda, hè? Uh, Kagame, ja. Ja? dat is een bijzonder gewiekste strateeg, dat is duidelijk. Hè? Is er niet in geslaagd om zijn land, dat nooit iets met Groot-Brittannië te maken heeft gehad, lid te maken van, uh, van het Commonwealth. Ja, hè? Hè? En is op dit ogenblik ook nog voorzitter van de Francité. Ja? Dat, dat is straf allemaal. Krijgt een soort van uh, open doekje van alle grote mogendheden, hè? ook van de Fransen onder Macron, hè? Die, door het, uh, die door de knieën zijn gegaan voor Rwanda. Hè? En intussen is dat toch wel een heel bedenkelijke manier van werken. Hè? Uh, een, het ene land dat het andere eigenlijk aan het uitzuigen is. Ja. Met natuurlijk voor een stuk ook de schuld bij, bij Congo, dat nog altijd een. Ja, een land in aftakeling is. Ja, hè, dat over geen noemenswaardig leger beschikt... enzovoort. Ja. Er zit ook een stuk verantwoordelijkheid... een gebrek aan weerbaarheid aan Congolese kant. Maar ja... dat... dat, dat, dat uh, kan Kagami natuurlijk... niet vrijpleiten van de zonden... waarmee hij volgens mij toch zwaar beladen is. Ja. Het Rwanda-akkoord... tussen het, de, de UK, het Verenigd Koninkrijk... en Rwanda... Hè, had het volgende in, dat dus alle... Illegale migranten, want daar gaat het om. om hè, ja. Mensen die illegaal zijn, volgens de Britse wetgeving. Um, vooral de botvluchtelingen van de illegalen, mm. dat daar een fractie van ja. 200, mensen, 300 mensen mm. naar Rwanda worden gestuurd. om daar in asielcentrum te wachten. Ja. Uh, of ja, niet te wachten, eigenlijk te verblijven. Ja. En dan, ze mogen niet terug, hè? En ze mogen niet terug. Ze, ze, mogen, kunnen niet, niet terug. Nee, ja. ze mogen ook niet, dat is de deal met het, de UK, niet naar een onveilig land gestuurd worden. Ja. Wat ja. ook zeer vaag is. Ja. Maar ik las de bedragen uh, die de Britten betalen uh, aan Rwanda om heel dit stelsel op te bouwen. Dat gaat over miljoenen. Het gaat over miljoenen ponden. Het is, het is een beetje te gek voor woorden. Er zijn ja. natuurlijk nog andere landen die soortgelijke plannen hebben: de Italianen met Albanië. En, en, en sinds kort ook uh, uh, ex-minister Franken met, uh, met, met Kosovo, blijkbaar. Ja. Oké. Okay. Uh, er valt over te praten, hè? maar zeker wat, 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 wat Rwanda betreft uh, lijkt me dat puur een, een symbolen kwestie. Hè? Ja. Het gaat over een kleine groep. Het ja, um, is meer voor het, het afschrikkingseffect, denk ik, ten aanzien van potentiële bootvluchtelingen, dan dat dit werkelijk, uh, laten we zeggen, de, de druk op uh, het Verenigd Koninkrijk, wat uh, uh, illegale migratie betreft, ja. zal verminderen. Er zijn nu twee zaken die wel een gevolg zijn, of een gevolg zullen zijn. Uh, ik zal ze eventjes alle twee voorleggen. Eén gevolg is dat nu al de Ierse Republiek klaagt dat er te veel illegale uh, migranten via het Verenigd Koninkrijk Noord-Ierland, de Republiek van ja. Ierland binnenkomen. Ja. Ja. En Ierland wil die uh, asielzoekers terugsturen naar het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk is het er niet mee eens. Dat is één probleem. Ja. Het tweede probleem is, die miljoenen die ik net heb uh, geduid, um, waar komen die terecht? Ja. Gaat Rwanda het gebruiken om zijn proxy, oh, ja, proxyoorlog is het niet, maar zijn roofoorlog te, te bekostigen? Of, of, of hoe zie je dat? Tja, ik denk niet dat de Britten garanties hebben uh, uh, wat de bestemming van die middelen betreft. Ik heb dat toch nog nergens zien opduiken. Um, ik weet wel bijvoorbeeld dat in. Uh, laten we zeggen, in de, in de jaren na de genocide. Hè. We mogen natuurlijk nooit vergeten uh, dat die genocide uh, heel die regio daar uh, enorm gedestabiliseerd heeft. Hè. Wat in die destabilisatie dan het aandeel van Kagame en de Zijnen is geweest, dat is dan weer een ander verhaal. Hè. Maar ik, uh, ik, ik ben uiteraard geen, uh, geen ontkenner van het feit dat daar een verschrikkelijke genocide heeft plaatsgevonden. Hè. Dat wil ik toch nog wel eens. Mm -hmm. Beklemtonen, want je weet maar nooit hè, wat, je, wat men met mijn woorden doet. Hey, je bent niet bepaald populair in Rwanda. Ik ja, ben niet echt populair in Rwanda. <laughs> ja. Ja, goed, ik hoop alleen dat ze me vergeten. Wat, ja. <laughs> ja. Maar uh, ja, uh, ik weet heel goed dat uh, in de periode dat Rwanda militair bijzonder actief was, en was ze nog tegen een mbuto regime. Uh, in, in, het, uh, in, in Zaire, het latere Congo, uh, verschillende Europese landen uh, de begroting van Rwanda overeind hielpen met financiële middelen, met ontwikkelingssamenwerking. Met name Nederland heeft dat gedaan. Dat ja, is natuurlijk te gek voor woorden. Hè? Ik, ik, snap, ik snap dit soort zaken niet. Daar zit een grotere, hogere vorm van geopolitieke overwegingen achter. Maar ik, ik, ik krijg ze niet vast. Ja. Ja? Want dit, ik vind dit kortzichtig op termijn. Omdat dit, laat ons zeggen, niet zorgt voor een bestendige, een duurzame stabilisering van heel dat gebied van de grote meren. Vroeg of laat krijg je dan een weerbots. Hm? En dreigt ook dat de regime van Kagame... Hm? Uh, uiteindelijk weer ondergraven te worden uh, vanuit de situatie die het zelf geschapen heeft. Hè? Uiteindelijk is het nog altijd een minderheidsregime. Hè? Hoe men dat ook draait of keert. Uh, het, zijn eigenlijk, het is eigenlijk de, de, de toetsenminderheid die de lakens uitteelt. Maar dat probeert te camoufleren op alle mogelijke manieren. Ja, vroeg of laat stijgt weer de druk. Dit is geen duurzame oplossing. Voor een reëel probleem waar die toetsies inderdaad mee te maken hadden. Ja, en dat is de ene kwestie, of een stuk toch. Hè? En de andere kwestie voor de verhouding tussen het Verenigd Koninkrijk ja. en de Europese Unie. Ja. ja, ik kan me voorstellen dat men in Londen nu een neus zet richting Dublin. Hè? Mm. Men vindt dit wellicht. Men heeft wat schadenfreude, denk ik, mm -hmm. hè? over het feit dat de Ieren nu uh, meedelen uh, in de klappen. Ja. Dit maakt deel uit van het, uh, het veel bredere uh, schaduwboxgevecht dat het Verenigd Koninkrijk met de Europese Unie voert. Ja. Ja. Dus, uh, maar ja, het is natuurlijk ja, dat is een soort van waterbedeffect, zegt men wel eens. Hè? Dat dit soort van problemen, die zetten zich voort natuurlijk over de grenzen heen. Ja. Ja, en de Ieren zitten natuurlijk in een heel moeilijk parket, want ze kunnen moeilijk, die, ze kunnen daar geen harde grens van maken, dat is Maar dat gaat net, helemaal in tegen alles waarvoor ze staan. Ja. Ja? Dus het is, uh, dit is voor Dublin een heel vervelende kwestie. Ja, ja. Ja. Nu, uiteindelijk, het Verenigd Koninkrijk, of het nu Ierland is of Frankrijk of, of België, het is een westers probleem ja. waar men een oplossing voor zoekt. Ja, inderdaad, het is heel moeilijk uh, te vatten. Uh, hoe men dat zal moeten stoppen. Hè. Uh, alle pogingen tot nu toe hebben uh, ook hun nadelen gehad. Hè. En het is natuurlijk. Kijk, heel die migratietoestand zet ook weer zwaar druk. We zijn begonnen over mensenrechten eigenlijk. Mm. Uh, door middel van het oorlogsrecht. Maar eigenlijk zet ook die, die, die wilde migratie, die de komende decennia wellicht niet zal stilvallen. Een grote druk op de manier waarop. Uh, wij Europeanen hè, met met mensenrechten omgaan, het het overbrengen van van migranten naar een land als Rwanda, ja, daar kun je grote vragen bij zetten. Hè. Ja, het uh, ja, wat, wat 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 is wijsheid? Hè? Je, iedereen is het ongeveer eens dat je een vorm van legale migratie moet toelaten, omdat wij dat ook economisch wellicht nodig hebben. Hm? Uh, maar de wilde migratie die veelal gaat om mensen die, laat ons zeggen, uh, economisch eigenlijk weinig potentieel in te brengen in, hebben in onze samenleving, ja, dat moet op een of andere manier kunnen gestopt worden. Maar hoe doe je dat zonder, laat ons zeggen, uh, de, de waarden waar je voor staat en die je zo graag universeel zou willen overzetten uh, om die in stand te houden? Dat ja. is niet zo, niet zo eenvoudig. Vandaar al die problemen rond die, die pushbacks en zo, hè? Terug, terugdrijven, uh, problemen met, met die akkoorden die men gemaakt heeft vanuit de Europese Unie. Eerst met Turkije, hè? Uh, intussen ook met Egypte en men is ook bezig met, met Marokko, als ik me niet vergis. Ja, dat zijn allemaal wel bedoelde en welgemeende pogingen, maar die ook telkens weer ergens, ja, naast de financiële kostprijs. Uh, Problemen in zaken mensenrechten oproepen. Want ja. we hebben geen enkele garantie over de wijze waarop uh, Turkije nog Egypte uh, met, die, met die mensen omspringen. Ja. En dat daar nu en dan heel zware uh, problemen uh, reizen. Uh, ik denk dan aan het uh, uh, zeker in Libië, terugdringen van, van uh, Afrikaanse vluchtelingen in de woestijn, waar ze dan jammerlijk omkomen, ja, dat, uh, dat is niet, dat is geen. Uh, ik zou bijna zeggen, maar kattepis, maar excuseer me voor die uitdrukking. Hè. Nee, maar dat is, Dit zijn ja. geen ja. kleine problemen waar we zomaar de ogen voor kunnen sluiten. Nee. nee, dat is heel terecht. Hoezeer ik ook overtuigd ben van de noodzaak om aan die migratie, die wilde migratie, toch grenzen te stellen. Ja. En dan komen we terug bij die ene vraag die je stelt: hein? wat is wijsheid? Wat is wijsheid? Ja. Ja. En met deze slotvraag, en slotbedenking, laat ik u als luisteraar en kijker achter, denk er eens goed over na. Alvast bedankt om te luisteren, om te kijken. Axel, bedankt voor al je inzichten. Het was graag. weer enorm interessant. Dank je. En ik kijk uit naar onze volgende ontmo ontmoeting. Ja, Dank u wel. Graag. Dag. Doorbraak. 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 Steeds vaker hoor je over. Doorbraak. doorbraak. Want Doorbraak brengt ander nieuws, anders bekeken. En. Doorbraak is complexloos Vlaams. Doorbraak. U leest en u denkt wat u wil. Doorbraak. Ga naar doorbraak.be en lees een maand gratis zonder verplichting. Doorbraak. Breek de bubbel.